Hallo, goedemiddag. Wellicht herinneren jullie nog dat ik een half jaar geleden of zo een filmpje op heb genomen van deze Chinese accuboormachine. Mijn stelling was toen dat dat de enige machine, enige accugrondboor op de markt was. Nou, daar kreeg ik natuurlijk commentaar op en terecht, want de firma Makita heeft ook een dergelijke machine. Die hadden ze op dat moment net een week op de markt, dus het was niet helemaal gek dat ik het niet wist. Van Makita kwam, van Arjan Peter kwam ook het verzoek om deze machine ook eens aan de tand te voelen. Nou, dat heb ik behoorlijk gedaan. Je ziet het al aan de machine, hij is al een beetje vuil geworden. De bijpassende grondboren zijn ook al behoorlijk gebruikt. De boor werkt natuurlijk. Met de bekende dubbele Makita 18 volts accu's. Ja, dat is natuurlijk een bekend platform en het werkt als, ja, het werkt voor goed. Als je het mij vraagt, ben ik wat minder enthousiast over de manier waarop ze de boor in de machine bevestigen. Dat doen ze hier met een gewoon ouderwetse spankop. Natuurlijk werkt dat. Maar ik ben twee keer een boor kwijtgeraakt. Dat ligt natuurlijk aan mij, want dan heb ik hem gewoon niet goed vastgedraaid. Maar ik denk dat je met een andere boorkopbevestiging daar minder last van zou hebben. Dit systeem heeft wel als voordeel dat je heel makkelijk adapters kunt toepassen, en die zijn ook allemaal op de markt, die heeft Makita allemaal ontwikkeld, zodat je dolmaboren en steelboren ook op deze machine kunt gebruiken. Dus koop je deze machine en je hebt nog oude steelboren of oude dolmaboren of boren van andere merken, dan kun je die gewoon blijven gebruiken, hoef je die weg te doen. Dat is natuurlijk een heel groot voordeel. Die boren zijn duur. Opvallend verschil met onze Chinese vriend is natuurlijk deze veiligheidshendel. Bij de Chinees had je dat niet nodig, want die machine is gewoon niet zo sterk. Hier heb je dat echt wel nodig. Want ben je aan het boren en blijf je op een wortel steken. Want kadang krijg je niet ineens die kracht op je polsen, maar komt het tegen je zijen aan. Voor de rest is het gewoon een fantastische goede machine. Ik heb hem met deze boor getest. Een boor met verlengstuk. Boor rond 10. Op twee volledige accu's kon ik rond de 25-30 gaten boren in stevige onbewerkte grond. 1,20 diep. Dat lijkt me een heel acceptabele prestatie. Wil je meer, moet je meer accu's kopen of met een rugaccu gaan werken. Over de prijs. Onze Chinese vriend kostte iets van €300 in de BTW. Deze kost ergens halverwege de €500 zonder accu's en ergens rond de €900 met twee accu's en een dubbele snellader. Nou, laten we hem eens gewoon even aan het werk zien. Moet ik hem wel even aanzetten? Grote voordeel van een accugrondboor is natuurlijk dat je heel snel de draairichting om kunt draaien. Klak. En hij komt weer uit. En hij komt weer uit het gaatje. Kortom, leuke machine, goede machine. En zeker een heel interessante machine voor hoveniers en professioneel gebruik.